Nou, vanavond gaan de extra coronamaatregelen in. We zitten midden in de tweede golf. Maar trendwatcher Ajit Bakas uit Almere heeft al een boek geschreven over het leven na corona. Het is net verschenen. Het heet Donkerblank. Heel goedemiddag, meneer Bakas. Goedemiddag. Ik zal maar even ermee zwaaien. Ja. Dit is de omslag, zodat de luisteraars even weten waar ze in de Flevolandse boekhandels naar moeten kijken. Ja, hij is ook op internet te krijgen. Uw gezicht... Goed voor mijn hypotheek. Ja, zeker. Uw gezicht prijkt op de voorkant van het boek. En het gaat dus vooral over het leven na corona. Is het eigenlijk niet te vroeg om te overzien wat er dan op ons afkomt? Nou ja, kijk, ik denk dat we er nog niet zo snel van af zijn, hoor. Kijk, we hebben nu de tweede golf. Ik heb grote werkgevers in het land afgebeld, zoals de banken en de verzekeraars. En die hebben allemaal hun personeel instructies gegeven dat ze zeker tot en met de volgende zomer grotendeels thuis zullen moeten werken. Dus dat betekent dat ze er rekening mee zullen houden dat de maatregelen verlengd zullen worden. Dus er zal er nog wel een derde golf komen en op een gegeven moment een vierde golf. En vergis je niet, het virus ontwikkelt zich ook door. Dus dat is wat we ook weer zien. En intussen zijn er nieuwe virussen in aantocht. En vergis je niet, de schattenboten van ISIS en Al-Qaeda die jagen op ons. Dat doen ze met de gewone bloederige aanslagen, zoals we nu in Frankrijk en ook in Wenen hebben gezien. Maar zeker in Iran zijn ze al bezig met bioterrorisme. Want ze hebben dus nu gezien hoeveel schade met een virus aan te richten zijn. En het land dat op dit moment het meest actief is in dit soort onderwerpen is Iran. Dus ik zou zeggen, kijk uit. Misschien, ik hoop het niet, maar misschien komt er op een gegeven ogenblik weer een nieuw virus uit Iran dat ons weer plat legt. Ja, dus we zullen moeten leren leven van lockdown naar lockdown. Ja, maar u praat ons bijna de put in. Ik heb bijna de neiging om een deken over mijn hoofd te trekken als u dit soort toekomstbespiegelingen geeft. Nee joh, kijk, dat dancing queen in de jaren 70, toen waren we ook bang voor de Russen en voor van alles en nog wat. Toen hadden we terreurbewegingen in Duitsland, de Baader-Meinhof groep, in Italië de Rode Brigades, we hadden de Molukse treinkapingen, we hebben het allemaal overleefd. En uiteindelijk deden we toch mee aan dancing queen. Dus dat gaan we nu ook wel zien. We zullen leren leven met gevaar en daar wennen we wel aan. We worden weerbaarder en we gaan onszelf opnieuw uitvinden. Maar eigenlijk noem ik de periode waarin we nu leven de nieuwe middeleeuwen. In de middeleeuwen zag je ook dat bijvoorbeeld in een stad als Florence een derde van de bevolking werd uitgeroeid door de pest en dat tegelijkertijd Florence de leider werd in de Renaissance. Met de ene nieuwe innovatie na de andere, de ene uitvinding na de andere. En dat gaan we nu ook weer zien. Het kan allemaal naast elkaar bestaan. Er komt een nieuwe renaissance uit. Dus ik vind dat allemaal niet zo erg. Maar u bent het dan allemaal aan het uitzoeken en dan gaat u dat opschrijven. U wilt daar tijdens het proces van het maken van het boek. Ja, dan denkt u van, oh, dit is eigenlijk alleen maar ellende. Denkt u dan niet van, oh, dat moet ik misschien de mensen maar besparen. Waarom moeten we dit weten? Nou, als je het boek gelezen hebt, dan zie je dat het totaal niet ellende is. Dat het juist ontzettend leuk is. We leren bijvoorbeeld leven steeds meer van huis uit doen. Dus mensen zijn allemaal hun huis aan het pimpen en dat gaat de komende jaren alleen maar door. We hebben de keukenboeren, de badkamerboeren, die hebben allemaal ontzettend veel werk. Maar ook de meubelbekleders. Je zit thuis, je kijkt naar je groene bank en je denkt, ja, kijk al veel te lang tegen die ellendige kleur en ik wil hem nu blauw. En dan bel je de meubelbekleder en die laat je het opnieuw bekleden. Dus die mensen die met de handen werken, de ambachtslieden hebben ontzettend veel werk. Maar we hebben in dit land veel te veel academici, veel te veel juristen, veel te veel psychologen. Die hebben we allemaal niet nodig. Dus die moeten zich allemaal gaan omscholen tot ambachtslieden. En dan komt het allemaal goed. En tegelijkertijd, doordat we veel meer thuis doen, gaan we ook bijvoorbeeld het relaxen meer thuis zoeken. Want we kunnen niet meer op pad. Het café is dicht, het restaurant is dicht. Ik ben bij de badkamerwinkel in Lelystad geweest van de Hazel. En die vertelde dat sommige mensen nu zelfs in bad
Ze maken van hun badkamer een thuiswellnesscentrum, maar ze kunnen niet naar de sauna met de sauna in de douche. Ze bouwen zelfs een magnetron erin, zodat ze de kroketten en de bitterballen erbij hebben. Ze doen er zelfs een klein koelkastje erin, zodat ze de witte wijn koel bij de hand hebben. Ik vind het wel ontzettend leuk. Ja, we maken er het beste van met z'n allen, hè? Blijk maar. We maken en we doen het ontzettend goed. Ik was bijvoorbeeld, mijn man die werkte in Londen, ja nu daar online. Daar zijn restaurants die leveren nu van hun beste recepten, leveren ze dat aan 20, 30 mensen tegelijk. En op gezette tijden geeft de kok via de video instructie aan de mensen hoe ze het pretpakket moeten klaarmaken. Dus om 6 uur en om 8 uur. Ze heeft 2 lichtingen. Net zoals die 2 lichtingen in het restaurant gaat. Maar alleen hij hoeft het niet zelf te koken. Die mensen doen het gewoon zelf. Ja. Ik vind dat soort dingen allemaal zo leuk. Je ziet hier bijvoorbeeld zo in Almere als in Lelystad, dat groepen restaurants gezamenlijke websites met thuisbezorgd services zijn begonnen. Los van thuisbezorgd.nl. En dat is allemaal. Mensen worden ontzettend innovatief. Het Chinese woord voor crisis bestaat uit 2 karakters, kans en bedreiging. Dat is wat je nu ook ziet gebeuren. Maar ik ben ook bijvoorbeeld bij Miele. Die zeggen, die mensen die willen nu thuis hun eigen kruidentuintje. Dus wij komen nu met Miele kruidentuintje in de keuken. Zodat je gewoon een mini-kas hebt met allemaal met ledlampjes en wat dan ook. En daar groeien je verse kruiden gewoon. Terwijl de oven draait en pruttelt. Kun je je eigen kruiden. En dan kun je thuis een beetje tuinieren. Het is allemaal enig. Ja. Dus het is echt. Ja, we moeten ook. Ik ben er heel tevreden. Ja, we moeten ook ontbozen, schrijft u in het boek. Hè? We moeten een beetje af van de voortdurende opwinding en verontwaardiging. Ja, dat denk ik dus ook. Gewoon een beetje ontbozen. Het heeft geen enkele zin om boos te zijn op het virus, om boos te zijn op de crisis, om boos te zijn op premier Rutte. Die arme man heeft natuurlijk ook een zware klus. Die moet inderdaad 17 miljoen coronadeskundigen managen. Ik geef het je te doen. Ja. Zullen we nog even hebben over de titel van het boek, meneer Bakas? Donkerblank. Dat is natuurlijk wel een opvallende titel. U hebt het ook over racisme, over de Zwarte Pieten-discussie, over wat u dan noemt anders gepigmenteerde, dus mensen met een donkere huidskleur, bedoelt u daar dan denk ik mee. U vindt eigenlijk dat we moeten houden met de discussie over dat soort onderwerpen, hè? Dat Nederlanders zich niet meer schuldig moeten voelen over het slavernijverleden. Absoluut niet. Nergens voor nodig. Ik heb wel eens geroepen, de slavernij is de enige periode in de geschiedenis waar we hebben gewerkt en we rusten er nog vanuit. Dus we moeten niet al te veel over zeuren. Bovendien, er waren in die tijd van slavernij meer blanke slaven dan het aantal zwarte slaven dat uit Afrika naar Amerika is. Maar goed, dat is wel een controversiële stelling natuurlijk die u nu verdedigt. Een stad als Marrakesh is volledig door blanke slaven gebouwd. Dus waar hebben we het over? Dus ik zou zeggen van jongens, hou er eens even mee op je schuldig te voelen. Geen enkel Marokkaan voelt zich schuldig over de blanke slaven. Nee, geen enkel Turk voelt zich schuldig. In de tijden van het Ottomaanse Rijk werden de 100.000 blanke mannen en vrouwen uit Oost-Europa werden tot slaaf gemaakt. De mannen werden gecastreerd, de vrouwen werden verkracht. Als je dat eens even wil zien, moet je voor de lots gaan kijken in Hongarije. Daar kun je die castratiecentra nog zien. Dus dat is allemaal niet. Dus dat was allemaal niet. Nee, niet zo best. Allemaal niet zo fijn. Maar ik zou zeggen, niet te veel roeren in het verleden. Mijn moeder zei altijd, als je schoon wil worden, moet je niet in de modder rollen, maar een douche nemen. Ja, ja, koud afdouchen, dat is ook iets wat u aanbeveelt in het boek. Koud afdouchen en lekker, lekker vooruit gaan en je voel je nergens schuldig over. Maar koud afdouchen, dat moeten we allemaal gaan doen, dat is ook goed voor ons. Dat is ook goed voor onze weerstand in deze coronatijd. Je hoeft het niet te lang te doen, want het is wel heel koud. Ik doe het altijd langzaam. Dus ik begin warm en dan op het einde langzaam aan die warmkraan een beetje kouder draaien. En dan op een gegeven moment. Ja. Goed voor je weerstand. Je goed voor wakker, je weerstand. En je bent goed wakker dan. En voor het ontbozen. Je bent heel. En vitamine D-pilletjes. En dan kun je er weer tegenaan. Goed. Nou, het boek heet dus Donkerblank. Ligt nu in de winkels en is dus op internet te bestellen, zei u. Overal, bol.com, in alle Flevolandse boekhandels, overal. Maar het is natuurlijk een grap. Kijk, het Nederlandse woord blank komt van het Franse woord blanc. En dat betekent wit.
En jij bent blank, ja. ik ben chocoladebruin, ik noem het donkerblank. Dus als we even ophouden, we zijn eigenlijk, het is niet veel verschil, van binnen verschillen we helemaal niet. Dus ons bloed is rood, ons poep is bruin, het is allemaal hetzelfde. Dus jongens, laten we er even ophouden daar zo moeilijk over te doen. En die giftige identiteitspolitiek uit Amerika vooral, maar niet importeren. Punt. Ajit Barkas, trendwatcher uit Almere. Ik dank u hartelijk voor dit interview.